Nee, maar daar zit een ander verhaal achter. Nou, wat het doet. We hebben hier wat lijkt op brie. Dat is een geitenkaasje met een zoetje erin. Oké. Uit Frankrijk. Die ook. Dat is, wat was een Franse geit. Die zei... Erg lastig allemaal. Daarnaast is de welbekende donkerblauwe schimmelkaas. Een hele sterke kaas. Wil ik ook aanraden om die tot het eind te bewaren. Rock for. Yes. En daarnaast is het wel een leuke. Dat is van de Hollandse koe. Ah. Maar ook met een blauwe schimmel erin. Ah. Dus dat is even een variantje. Dat is leuk. Die is iets milder als die Rock for. Dat is een bijzonder kaasje. En die daarnaast, dat is een hele zachte, melkige kaas.